En dan van de beste daar begin. Daar begin. Dank je wel. Fijne dag hoor. Dank je wel. Komen jullie even controleren? Dat is goed. Ja. Succes, hè? Wil nog wat weten over buurtstof? Wilt u nog iets weten? Ja, dat is de huis op mij. Dan laten we nummer 3 achterwege. Dat was alleen maar de positieve controle. Ja, dat is alleen maar om te kijken of de test klopt, maar meestal. Oh, zo. Ja. Heel goed voor jou! Want dat betekent dan dat de test klopt. Dus dan weten we dat het juist is wat we hebben getest. Nou, maak ik nu een heel klein gaatje in je huid, zodat het net even onder je huid. Even voor je wegwegen. En dan binnen een kwartiertje kan je de test aflezen. Het moeten dus bultjes worden. Nummer 3 wordt sowieso een bultje, want dat betekent dat de test klopt. En dat nummer 1 of 2 ook een bultje wordt dat groter is dan 3 mm, dan spreken we van een allergie. Als er niks opkomt, dan heb je niks. Dan heb je geen allergie voor de huisstof, meid of de graspop. Best is dat er niks opkomt, dan heb je 1. Even ook zo maken. Geef jij er ook 1 open? Ja, alsjeblieft. Ja, zo van de week naar Wilber, dat was ja. Dat is een zenuw. Dit is de zenuw, ja. Dit is de zenuw. Ja, hier heeft wel de weg. Ja, hier heeft het slaap. Kijk hoe het is. Ja. Back in the wood, it's on the street, there's a fire in your eyes. Van het pad en dan ga ik een vraag stellen en dan hebben we 2 antwoorden en de rechterkant hier is antwoord A en de linkerkant daar is antwoord B en aan de hand van de kant die je kiest is ook het antwoord dat je kiest. Is dat duidelijk voor iedereen? Nou, ga maar weer. Is dat duidelijk voor iedereen? Ja, oh, ja, heel tof. Dus mogen jullie eerst allemaal in het midden gaan staan, want daar beginnen we, in het midden. En dan gaan we even een testvraagje doen, Wat? Verder naar voren? Oh, voor de... We gaan even een testvraagje doen om te kijken of jullie het begrepen hebben. Wat is de kleur van dit bord? Is dat A blauw of is dat B rood? Nou, die was op zich makkelijk, hè? Helemaal goed, top, goed gedaan. Die mogen we even binnen. Nu gaan we naar de echte vragen toe. Vraag nummer 1. Is toevallig ook een kleurvraag. Ook een kleurvraag, maar met een dekkertje. Wat is de meest voorkomende oogkleur ter wereld? Is dat A, blauw, of is dat B, bruin? U mag kiezen. A, blauw, ja? Of B, bruin. Nou, dit was een inkoppertje blijkbaar, want inderdaad, het is bruin. Goed gedaan, goed gedaan. Dan gaan we naar vraag 2. Nagels, kun je knippen, lakken, bijten, wat je wil. Maar hoeveel groeit nou een nagel eigenlijk gemiddeld per week? Is dat A, 0,7 mm, of is dat B, 1 centimeter? Dus is dat A, 0,7 mm, of is dat B, 1 centimeter? Oké. 3, 2, 1. Jullie hebben het allemaal goed. Jammer. Dus nu ben je af. Wel goed gedaan. Goed gedaan. Yes. En nou is de vraag eigenlijk, hoeveel bloed heeft een volwassen mens nou gemiddeld in zijn lichaam? Is dat A, 3 liter, B, 5 liter. Daar gaan we. Dus jullie staan nu voor 5 liter. Dat is helemaal goed. Helemaal goed. Applaus.
misschien is deze wat moeilijker. Want naast bloed heb je ook je bloedvaten. Maar als je nou je bloedvaten uit je lichaam haalt en je legt ze langs elkaar, zeg maar, in de lengte. Hoe ver kom je denk je dan? Is dat A, 10.000 kilometer? Of is dat B, 100.000 kilometer? Is dat A, 10.000 kilometer? Of is dat B, 100.000 kilometer? Daar gaan we, kies maar. Jullie staan voor 10.000 kilometer. Dat hebben jullie helemaal fout. Je hebt gewonnen! Ja, dat was sterker. Dat duurde niemand langer. Maar vandaag, dit was een hele goeie. Eens. En hoe heet jij? Ayla. Ayla, goed gedaan bij jou, zeg. Pieter, zeg. Ik ben alle zijn van ons allemaal. En dan krijg je mooi de klep in het hart. Oh ja, de mitralis klep. Dus dat wordt dan. Ja, maar Jill wist het niet zo. Nee, snap je wel. Oh, hij lijkt heel erg zeker. Ja, maar ja, nee, ja. Oh, gelijk door. Oh, die muur, klopt die in het ritme van Mella? Huh? Doe je nou wel goed? Weet ik veel. De antwoorden staan dus op de muren, ja. Zeg maar. Goed. Ja. Hallo. Hallo. Een poepvloot. Dan hebben we een sticker. Ja, kaartjes op de muur even lezen. Ik snap het. Moet je even omdraaien? Zo lang? Is jouw darm in je buik? Zo lang is die. Eeuw, poepie! Ik heb de telefoonnummer 1. Hele dag. Kijk of het gaat lukken hoor. Ja, dan moet hij komen. Ja, dat klopt ie. En dan gaan we het weer proberen. Doe ik hem weer open. Oh, dan kun je het nog door. Wil het niet meer. Gaan we het jongens. Ja. Ja. Ja, we hebben er weer eentje. Ja. Yay. Zie je hem? Oh, wat goed. Open. Kijk, daar is het pitje. Goed, hè? Ja. Ja, ik kijk, het beeld vergroot ook een aantal keren. Dus het ziet hier veel groter uit dan dat daar het pitje eruit komt. Zo kunnen we ook goed in de maag en in de darmen kijken. 35 kilo. Ja, ik zie. En welke fruitvorm heeft de volle maag? Je zou het een beetje kunnen verzinnen. Daar, in die kant zitten. Pier. Ja. Keer de pier. Keer de pier, ja. En hoe lang duurt het eer het eten in je lichaam aan? 2 dagen. Dat is goed. 48 uur, maar hoop ik. Hij is op 2 dagen. Ja, maar dat zei hij op 48 uur snijden. Ja, netjes. En waarom is boeren goed voor je? Ja, om de lucht eruit te krijgen, toch? Goed zo. Ja. Nou, waar is nou bij de kip te dunne darm? Ah, ja, ja. Ja? Ja? Ja, ja. Goed zo. Nou. Oh, de vieze potlood. Klein nog, maar niet zeker. Nee. Het steekt allemaal ook uit met dit potlood. En dan krijgen ze de chemo via het infuus. En dan moeten ze nog 1,5 uur, als de chemo klaar is, met die pap nog op blijven zitten. Dus mensen zijn hier wel een dag, maar ja, we hebben een paar hele jonge meiden van in de 30 jaar. Die hebben mooi lang haar en die hebben wel, ze willen het proberen. En soms heeft het succes. En soms ook weer niet. Dus dat, ja. Maar het is wel mooi hoor. Het is ook geprobeerd met nagels, omdat je ook bepaalde chemo's hebt waar je nagels van afvallen. Maar dat is in het onderzoek, dat werkt niet.
Ja, ja, Wimpers gaat helaas niet. Dat is natuurlijk supergoed. Gaat dat lukken zo? Ja. Gaat dat lukken? Ja? Nou, wetenschap, hè? Dat is nou voor mij gewoon nuttig. Alsjeblieft. Dan kan het je snel beter worden. Ik denk dat ze nu wel snel beter wordt. Na een paar dagen smak het verbandje er weer af. Nee, kleurtjes liggen nog meer, jongen. Ja, joh. En neem je even een relatie voor een ander kindje. Je hebt zoveel kleurtjes thuis. Hallo, goeiemiddag. Heb jij meegebracht? Laat via, heel leuk, toch? Ja. Dan kan je heel mooi kleuren. Zal mama die in het tasje bewaren dan? En je pilletjes heb je ook al? En je pilletjes aan de hand? Heeft ze last van de arm? Moest hij dat wel? Heb je een verbandje om zijn buik? Ook zo'n leuk spijtje. Dan kan het echt niet goed zitten. Wat heet jij? Ivy. Ivy, hi Ivy, ik ben Marcia. Ik ga eerst even naar de hartje luisteren. Moet hij zo'n verbandje om zijn buik? Zo'n verbandje om zijn buik? Nee? Ja, dat had je niet heel goed. Geen niet zo wel zo kruiden. Dus doe ik altijd even een ruggetje luisteren. Super goed gedaan. Klinkt ook heel goed, dus het is echt alleen een armpje inderdaad. Ik zal eerst eens even luisteren. Hey! Hallo! Zo. Hopsakee. Het gaat heel hard hoor. En hij op de rug luisteren. Dat doe. Weet je, een stukje minder, dat geef ik ook niet. Zo. Ja. Zo, kijk, die hersenen zitten er weer. Ja. Ik mis nog een stukje dikke darm. Zie je het? Ik ga nog een beetje. Ja, en dit. Nou, hij gaat ook je niet moet echt maar net wezen. We hebben de nieuwste pop hier gekregen. Teleen. Die is nog nooit gebruikt. Zo, kijk. En dan de maag. Ja. Dat sluit dan hierop aan. Kijk, dat zie je? Dan deze, blijft hij hangen. En dan de lever eroverheen. Ja. En weet je ook wat het is? Ja, ik zou zeggen een stuk plastic. Misschien heb je het wel eens gegeten, het is zwezerik. Oh, zwezerik. Ja, dus zwezerik. En die zit eigenlijk achter je borstbeen, maar dat past in de pop niet. Dus die frommelen we, ja. Die frommelen we. Ja, ik zit eigenlijk hier precies achter. Ik vind dat we toch wel goed gedaan. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, ja. Ja. Hond op je armen. Elf. Heel goed. Op welke plek in je lichaam zit je hart? Nou, hier zo. Dank u wel. Achter het borstkas. En weet je ook waarom de linkerlong dan iets kleiner is dan de rechterlong? Anders past het hart niet. Hartstikke goed. En wat is het grootste orgaan in je lichaam? Niet van je lichaam, maar in. Je darm, denk ik. De darmen, ja. Het zijn vele, bij elkaar vele kilometers. De dikke darm is 6 meter, ja. Ik heb het nog goed. Kijk eens. Kijk eens. En die was goed. Nou, en hiermee even op de foto. Dankjewel. Leuk brilletje hoor. Ik ben ook van jaren terug al. Kijk, het is meteen de lunch. Ja. Zo. Leuk. Wat is dat? Een poetsstation moet ik. En nog die andere man. Zo? Ja, dat gaat. Zo pakken. Maar zij kunnen nog stappen. Ja. Okay, ja. En dat is nee, ik druk nu op analyse en dat betekent dat we dus nu jouw eerste foto met liefde. Maar ik vind het bijzonder. Een beetje aan de diepte op wat je werkt. Je hebt verschillende huidlagen. En hoe dieper je de naaldjes instelt, hoe intensiever je werkt. Maar het ligt ook aan je doel. Dus als je echt op pigment gaat werken, ga je veel dieper behandelen als dat je bijvoorbeeld op rimpeltjes zou werken. Zo kunnen we hem aanpassen aan, aan de huidwens die er is. Het is heel sterk spul hoor, niet te diep inademen. Doe ik het even ontvetten. Want alles wat er met die naaldjes... dat wordt naar binnen gebracht. Dat wordt naar binnen gebracht. Mm. Ik ben altijd op de wangen, want daar is het minst gevoelig. Daar is de huid gewoon wat dikker als uit. Dus kan je echt op acne-littekentjes bijvoorbeeld, dan wil je echt een beetje puntbloedingjes zien. Vaak zie je op internet ook die hele heftige filmpjes voorbij komen met bebloede gezichten. En dat is een beetje overdreven. Deontmoedigend. Ja, precies. Dat je denkt, dat wil ik niet. Hoeft echt niet. Wat ik zeg, als je een hele huid vol met littekentjes hebt, wat je niet vaak ziet, dan wil je wel een beetje bloed hebben. Maar in dit geval hoeft dat niet. Dan is een egale roodheid genoeg. Dan heb je de optimale resultaten bereikt. En één behandeling werkt al 1 jaar door. Een jaar maar. Ja. Dat is een meditatiecentrum, Lanselos, als je kan lezen. En ik geef hier dan ook stoelmassages in het ziekenhuis. Ja. Kijk, daar ben ik verband. Ja, nu dan. Ja, maar ik heb het toch verband.
zit nu 30 kilo op je om te duwen. Dat vind ik wel mooi zo. Wow. Goed, hè? Kan je nou wel weg? Moet je nou voor trek je arm eruit. Ja. Mag het allemaal in dat kleine kaartje, ja. Maar dat ziet ze dus gewoon al, hè? Dat is allemaal aangelegd. Echt grappig. Ja. Dus deze zitten nog heel hoog, weet je wel? Dus die groeien dan op een gegeven moment naar beneden. Ja, want mijn verstandskiezen zagen ze toen ook al heel lang. Ja, eigenlijk in de studie zit. Dan kan je ook eens zeggen, kom eens kijken, omdat je nog best wel heel veel moet leren. Dit is onder, dit is voor de verstandskies boven. Hier kunnen ze worteltjes mee uitwippen. Hier kunnen ze wortels mee uittrekken. Hier is een kindertangetje. Een spiegeltje. Dit heb je hebt tangen voor links en je hebt tangen voor rechts. Je hebt voor iedere zo op naar steeds groter. Uiteindelijk al hier. En dan, dat zijn flinke boren. Ja, dat zijn best flinke boren. 4,2 millimeter. Nou. Ja. En hier peilen ze mee dan. Van hoe diep ze erin kunnen in je kaak. Dus dan wordt hier gepeild van nou zo. En dan aan de hand daarvan kunnen ze zien wat voor implantaat erin gaat. Nou, even niks aanraken, want ik weet het ook. Dankjewel, hè? Ja, mag hem naar beneden. Het is niet echt. Ja. Nog een beetje graag over de kindjes van zijn hoofd en hand. Ja? Allemaal een beetje raak. Ja? Oh nee, dat kan wel zo. Ja, dat geef ik nog een beetje zo. Netjes hoor. Zo. En moeten in je arm ook nog zo botjes? Alleen moeten die uit elkaar. Ja, en mijn collega's roepen het zo hard op mijn rug. Nou weet je, ik doe het wel gewoon zelf. Je komt hier. Ja, dat is heel erg. Moet je tussen je schouder bladeren. Ja, Wat zwaar is dat, hè? Spierballen dan, hè? Geef je even tijd. Want dat komt er na die 30 keer. Maar dat doen we niet. Dat doe ik voor jou. Hoeveel belletjes? Heb je ook geteld? Ja, in deze. 30. Jij weer. Ja, ik heb dat. Goed zo. Het is ook super zwaar. En de kracht daarvoor te hebben, dat is als kind. Ja, heel goed. En wat kan je me aanwijzen? Dat zie je hier? De nek, hè? Oh, dat moet je doen, hoor. Hier de. Ja, daar zie je de hoofd. Maar ik dacht gelijk aan je rug. Ik dacht alleen maar aan je rug. Ja, ik loop helemaal door. Het is ook de wervels, dus dit is ook de rug natuurlijk. Ja. Kijk, zie je hem al. Ja, ik wel. Nou, wijs maar aan, Sarah. Ja, dat is de goede. Ja. Zou je aan kunnen wijzen? Ja. Wat zouden ze hier? Aan mannetjes lucht en je rijdt het dan wel te laat. Dat kan je hartstikke opvallen. Want dit is voor chemische ontsmettingstent, ja. Ook voor ebola eventueel. Oh ja. Kom, Ernst, dat precies niet. Dus voor ernstige besmette patiënten aan de buitenkant, chemisch letsel, stoffen, om het wijze te ontsmetten. Maar er staan alleen beschermende pakken met pet door. Wat smeren? Dat moeten we schoonmaken. Als je de testje staat, krijg je alleen aangelegen uitgeleven. Ja, zo'n pak aan. Ja. Het is van je grote uitrekenen nog gevaarlijk. Zorgen dat je de buitenkant niet meer aanraakt. Ja. Als je patiënt er eenmaal uitgereden is, dan moeten wij elkaar afspoelen weer. Ja. Ja. Zodat het de meeste verontreiniging van het pak af is. En dan moet je de procedure heel strak weer uittrekken en een speciale ton doen. Maar dan moet je zorgen dat je niet naar buitenkant raakt, want dan ben je wel afgesmet. Ja. Dus, dat vraagt ook wel wat. Ja. Secuur. Ja. Zeker als je ebola-besmetting hebt, dan dat is nog gevaarlijker. Want het is. Dan zei je ebola en doe zo, dan heb ik het ook. Want het gaat via lichaamsvloeistoffen en zweet ook, ja. Eigenlijk vocht.
Hoe vaak moet u bent dan opzetten? Nou, de laatste keer dat was in de tijd van de Romeinen. We dachten, elk ziekenhuis is verplicht in dit gebied met de Rijnmond om een CBR-unit te hebben. Erasmus heeft een vaste unit, heeft het vast ingebouwd. Maastricht heeft een vaste. Die Kaars heeft ook een CBR-tent. Ja. Wij ook dus. Maar nou is wel de toekomst de bedoeling dat de brandweer Rijnmond, die is helemaal goed uitgericht op de ontsmettingen, dat die het helemaal gaan openen. En die tent gaat dan helemaal dicht en ik heb hem nou opengezet zodat mensen naar binnen kunnen kijken. En dat water wat in die bak komt, in die vierkante bak, dat wordt afgevoerd via een... Via zo'n pompje. En een dompelpomp. Dat gaat iets van 300 liter in of zo. Ja. Kijk, hij zat hier ingesteld op 100 milliliter per uur. Kijk of dat hier klopt. Oh ja, ja. Nou, hij staat hier als goed is op 97 ongeveer. Ja, ja. 97. Nou, hij mag een afwijking hebben van 5%. Oh. Dus ja, dat klopt het. Ja. Je in en als alles wat zeg maar, op de hand geraakt wordt, dat geeft licht onder de lamp. Ja. Mag je het goed insmeren? We proberen alles zacht van te houden. Ja, dat doe ik altijd. Ja. Dat is bijna hetzelfde. Ja. En mag je het onder de lamp kijken? Ja, je kan je handen wassen. Maar het gips is wel lastig, maar... Ik ging één hand. Ja, en hier, hier iets te weinig, maar dat komt ook door de jas hoor. Ja, ja. Maar verder, hier is het wel allemaal... En mag je ze omdraaien? Daar ziet het er heel goed uit. Ja, daar is alles goed gedesinfecteerd. We gaan iets anders doen, iets wat... En die zeggen, ja, die maken die opleiding wel af. Dat kan ook als je 19 of 20 bent. Ja, dan kun je het ook geven, voordat we die blauwe lampen. Oh, sirene, met geluid. Zijn daar al wat mensen aan? Ja, dus we mogen dat niet zomaar aanzetten. Oh, en als ze geen toestemming geven, dan mag ik. Ja. Hey, dankjewel.